Frits Wester, de bekende politiek verslaggever van RTL Nieuws, uit zijn verbazing over de deelnemers aan het TV-programma BNB Vol Liefde. Hij, die zelf eerder meedeed aan Expeditie Robinson en de Verraders, vindt het bizar hoe mensen tegenwoordig alles lijken te doen voor televisie-exposure. Wester deelt zijn oorspronkelijke afwijzing van BNB Vol Liefde, maar geeft toe dat hij het later begon te waarderen, mede dankzij het bekijken ervan met zijn vriendin Janine. Desondanks begrijpt hij nog steeds niet waarom mensen zich inlaten met dergelijke shows. Janine wijst hem op zijn eigen deelname aan Expeditie Robinson, waarin hij als 61-jarige tussen jongere deelnemers stond en zelfs een conflictje had over de TikTok-generatie. Ze verdedigt zijn moedige en gedurfde deelname, maar Wester blikt met gemengde gevoelens terug. Over de verrader spreekt Wester over de intense druk en benadrukt dat het slechts een spel is, ondanks de emotionele impact op sommige deelnemers. Hij lacht om het feit dat sommigen na hun uitschakeling drie uur met een psycholoog moesten wandelen voor ze naar huis konden.